En die mensen die gaan naar de kerk en die denken dat Halloween geen christelijk feest is, zeker? Er zijn natuurlijk al zoveel feesten die we veranderd hebben of verdraaid hebben of wat dan ook. Ja, en dan nu ook nog Halloween. Nieuws. Hier in Oudekerk aan de IJssel zijn de mensen doodsbang. En dat allemaal om deze satanische Halloweentuin. En de mensen zijn hier woedend. Wij gaan op onderzoek uit. Hey, het hele dorp is hier in rep en roer, want jij hebt hier een hele enge tuin. Nou, zo eng is die niet. Het is maar net hoe je het opvalt. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Sinds dat wij meedoen aan Halloween. Het was eerst nog niet zo heel ernstig allemaal. Het begon met een beetje spinnerag en voor de kleintjes. En vervolgens, 2 dagen later, kregen we de eerste brief binnen. Dat ze hier eigenlijk niet echt van gediend waren. Het wordt geassocieerd met dode babylijkjes. Het wordt geassocieerd met IS-regime in Syrië. IS, omdat hier dus hierboven hangt wel iemand? Is dat niet iemand nee, van de... Het gaat meer om de pop op de hoek met dat hoofd eraf. Hier draait het om. Het onthoofde overhemd noemen ze het hier in de buurt. Ja? Ja. Wat is hier mis mee? Volgens hun komt dit uit Syrië. Heeft u de Halloween-tuin al gezien? Nee, hoeven we niet te zien ook. Nee? Nee. Waarom niet? Ik vind het duivels. Het is niet bijbels. Het is gewoon een feestje, toch? Ja, maar wat is de achtergrond? Het is een satanisch feest, zegt u dan? Ja, dat is het. Weet je wat het erge is? Dat deze mensen hier zich onveilig voelen alleen maar omdat ze zichzelf zijn. En mensen willen het allemaal weg hebben. Ja, nou, dat wil ik ook. Dat het weggaat. Ja? Het hoort hier niet, nee. Meneer, durft u uw hond nog wel uit te laten hier? Waarom niet? Nou, eens kijken, iedereen die is doodsbang voor deze straat. Ja, ik snap je, maar ja, het is allemaal al overleden, het is allemaal al vergaan. Ja. Nee, vindt u ervan? Het ziet er prachtig uit. Ja, ik vind het geweldig, joh. Op een gegeven moment werd er ook een kruis bij jou in de tuin gezet. Dus we gaan nu zelfs een soort van stambeelden in mijn tuin krijgen. Wat ze gewoon hier, zonder toestemming, in mijn tuin plaatsen. Dus ze gaan ook nog eens in mijn tuin komen. Dat was eergisteren. Een kruis van ongeveer 2 meter hoog. Met tekst erop, hoop, geloof, liefde. En dan in het midden Jezus. En dat werd ongevraagd, werd dat in onze tuin neergezet. En door wie of wat, dat hebben we niet kunnen zien. Omdat het via de hoek was dat ze hem erin neer hebben gegooid. Of ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Maar ja, daar zijn we niet van gediend. We staan nu bij de kerk. Dat kruis wat we hebben gekregen, dat gaat gewoon weer terug naar waar het hoort. Leef en laat leven, hebben we erop gezet. Leg ik precies voor de deur. Toen kwam er een mevrouw vanaf de school. Die kwam aangefietst, die kwam ook in het gesprek met mij dat ze dat zo verdrietig vonden en of ik het niet in mijn achtertuin kon doen. Ik vind het wel heel moeilijk. Ja, nou, maar ja, wij vieren Halloween. Maar zou je het in de achtertuin willen doen? Nee, want dan ziet niemand het. Het is Halloween, wij doen mee als snoephuis. Dus de kindjes komen hier om een snoepje te halen, trick or treat. Nee, we doen het natuurlijk voor de kinderen, die dadelijk een snoepje kunnen komen halen. En niet omdat het in de achtertuin staat, zodat ze niet zien dat je meedoet. Nou, het hele dorp wil dus dat je de boel gaat opruimen. Wanneer ga je starten met opruimen? Ja, niet. Ik ben niet goed. Nee? Nee, tuurlijk niet. Laat de boel gewoon hangen. Ja, natuurlijk. We gaan het alleen maar mooier maken. En die mensen gaan naar de kerk en die denken dat Halloween geen christelijk feest is, zeker. En daarom hebben ze eergisteravond een kruis geplaatst midden in de tuin, ja. Wat vind je daarvan? Dat vind ik een inbraak op persoonlijke ruimte. Ik loop hier regelmatig langs met de hond, maar het wordt steeds schimmiger, weet je? Ja. Dan schrik je weer helemaal kapot hier. Nou, het wordt steeds meer aangekleed, dus er gaat steeds meer hangende poppen krijgen en wat meer bloederige taferelen. Als je niet uitkijkt, dan hang je er straks ook zelf. Ik hier niet. Wie je Jaapie Krekel nog leggen? Die leggen hier zo natuurlijk gewoon, die is half uit zijn graf gekropen. Want op een gegeven moment kwam er ook een meneer of een mevrouw en die zei tegen jou van ja, de dood, daar zit niemand op te wachten. En dat presenteer jij hier zo in de straat. Ja, maar luister, we gaan toch allemaal dood? Er zijn natuurlijk al zoveel feesten die we veranderd hebben of verdraaid hebben of wat dan ook. Ja, en dan nu ook nog Halloween. Ja. Ja. We hebben ons Sinterklaas Zwarte Piet hebben we natuurlijk aangepast. Dat is nu Stroopwafel Piet en Roetveeg Piet geworden. Ja, waar moeten we hier dan neer gaan zitten met Halloween? Zonnebloempjes en unicorns op paardje? Wat moeten we hiervan maken dan? Ja. Ja, het is om te griezelen. Het is voor de spanning. Adrenaline voor de kindjes. Ze kunnen een snoepje komen halen. En daar hoort griezelen gewoon een beetje bij. En niet omdat wij hier zo iemand hier kwaad mee willen doen. Absoluut niet. De tuin is al aardig vol. Komt er nog wat bij?
Nou, er is een planning. Of het doorgaat, dat moeten we nog afwachten. Maar als het goed is, komt er een 2,5 meter hoge skelet in de tuin. Mega skelet. Ja, die wordt gesponsord door iemand op TikTok. En ja, daar gaan ze nog meer van horen. Zeker weten. Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk. Abonneer daar hieronder en dan krijg jij meer video's.